En nu krijgt hij de bel. Nog één ronde te gaan dus voor deze Bob de Vries. De broer dus van Elma de Vries. En krijgen we dan een compleet bamfeestje? Nee, want er is nog eentje van Werve die er tussenuit probeert te piepen. Maar Bob de Vries die gaat hier winnen in Noord-Laren. Ik zou zeggen, ga maar staan en zwaai naar het publiek. Doe de handen omhoog. Het publiek krijgt zelfs applaus. Bob de Vries wint opnieuw in Noord-Laren. Zeker, dat was zeker het plan. We hadden natuurlijk met drie man in de kopgroep, we waren goed vertegenwoordigd. En in principe is Christijn Groeneveld van die drie, ons drie de snelste sprinter. Dus die zou op de sprint wachten. Ja, voor mij was het nog een mooie kans om weg te rijden. En het pakt geweldig uit. Ja, en dan is het inderdaad Bob de Vries die uit zijn slipstream komt. En zodoende nu dit gaatje heeft kunnen slaan. Met de andere negen koplopers. Ja, dat is toch wel lastig, want die bochten. Want je moet natuurlijk 10 rondjes er dan nog wel een heel eind als je in je eentje rijdt. En dan laatst begin je al aardig een beetje linkerbeen te versuren. Maar op een gegeven moment ruik je de overwinning. En dan kan je nog even wat extra. Want die lange baantalenten die zitten heus wel in die benen, hè? Ja, zeker. Het komt er niet altijd uit, maar nu en dan wel. En kijk, op zo'n moment is het gewoon mooi als je goed tempo kan rijden. En nou, dat ligt me wel. Dus wat dat betreft is het ideaal. Schiet het dan even door je hoofd van 2010, deed ik ook zoiets? Ja, zeker. Toen kwam ik ook wel alleen aan. Dus Noord-Laren, dat baantje, dat mag ik wel.